vandaag ben ik bij de plek waar mijn shirts verstuurd gaan worden. Mijn merch! Ik ben zo benieuwd hoe alles uiteindelijk geworden is. Ik heb natuurlijk wel zelf het shirt ontworpen en ik weet hoe alles is. Maar dit is voor het eerst dat ik het hele eindproduct zie. En alles wordt hier verstuurd. Dus we gaan even kijken. Dit zijn dus de kaartjes geworden. Deze die komen bij de bestelling. Wel nice geworden. Ik wilde eigenlijk handtekeningen erop doen. Maar we hebben geen goede stiften ervoor. En de witte stiften, die kan je niet kopen, want die winkels zijn dicht. Dus dat is een helaas. Dat is jammer. Dus ik had dat graag willen doen, maar hier alsjeblieft. Ik heb ze aangeraakt. Als je shirt binnenkrijgt, doe wat er op het kaartje staat. Maak even een fotootje. Laat even zien dat je hem hebt. Komt helemaal goed. En hier liggen dus alle shirts. Allemaal op volgorde en op maat. Als het goed is, zit hier mijn shirtje in. Deze. Dit is hem geworden. Nice. Dit is nice gelukt. Ze hebben hier zeg maar de nekprint ook gedaan. En de schouderpatch. Die is echt goed geworden. Die is echt heel nice geworden. En dan natuurlijk de rug. Ja, ja. Ik snap dat sommige mensen het niks vinden. Dit is gewoon eventjes een eentje die we uitbrengen. Gewoon voor de echte diehard fans, weet je wel. Iedereen heeft zo'n shirtje. En ik wilde niet zo'n standaard shirtje met, hey, ik doe Jer Army één keer op de borst en dat is het. Dus ik wilde gewoon even een keertje all out gaan. Even een keer wat anders. En dit is mijn versie van anders. Ik kan echt niet wachten totdat alles verstuurd is. Zo, alles is op de post. Het kan zelfs wel zo zijn dat je shirt nu al binnen hebt of dat je hem kijkt, deze video kijkt met je shirt aan. Dat kan. Alles is goed gegaan, alles loopt echt top. Het zijn echt droommensen hier, het is echt geweldig. Ik ben echt zo hyped, ik vind het echt leuk. Mijn auto is vies. Oh, ik had mijn hond hier niet in. Oh nee. Ze zeggen ook wel eens dat als je begint met je hond in je auto te doen, dan heb je hem verpest. Dan is het klaar. Oh, ik moet eigenlijk echt langs de wasstraat. Ik weet eigenlijk niet eens of die nog wel open zijn. Is de wasstraat open? Ik heb echt geen idee. Lijkt mij van niet, toch? Ik bedoel, alleen essentiële dingen mochten open, toch? Zo. Nou, dat was het. Wat is dat eigenlijk ineens dan heel erg snel gegaan? Alles is nu op de post. Gewoon. Ah. Oh. Het maakt me ook zo blij, hè? Iedereen die besteld heeft en dat ik elke keer berichtjes krijg met, oh, ik heb zoveel zin om het shirt binnen te krijgen. Ik vind het zo leuk dat je iets hebt. En ik vind dat echt heel leuk om te horen. Ik vind het echt leuk om zoveel mensen blij te maken ermee. En ja, we hebben hier wel wat geld mee verdiend, maar geen vetpot. Echt geen vetpot. Deze oplage was echt puur gewoon, we willen gewoon met de kerst nog wat mensen blij maken. Wij willen nu echt even de lucht in met onze webshop en onze site. We hebben er zoveel moeite in gestoken, zoveel werk. En ik ben blij met wat we neer hebben gezet. Zoals ik al zei, ik heb een shirtje laten maken. Ik bedoel, dit is niet basic. En misschien vinden mensen het wat te overdreven. Maar ik heb echt mijn best gedaan om gewoon een tof design te maken. Ik heb hem trouwens helemaal zelf gedesigned. Dat was ook wel een challenge. Niet dat het zo moeilijk is, maar weet je, gewoon de dingen al anders doen met bijvoorbeeld dit op de schouder, weet je wel. Het is gewoon fucking vet, man. Ik ben hier echt fucking blij mee. Dit is gewoon product 0 tot, gewoon product 0% tot 100% gewoon zelf helemaal aangewerkt. Makes me happy. Ik heb hier nu een hele doos staan. Ik ga denk ik eventjes wat shirtjes brengen naar wat mensen. Ik bedoel, why not? Ik heb ze hier nu toch. Waarom niet? Weet je? Ja, hi. Ik wil graag 2x6. Hoi. Ja. Volgens mij is 2x6 nuggets goedkoper dan 1x9. Maar het is ook gewoon een goed excuus om meer nuggets te nemen. Volgens mij. Het is ook echt het enige wat je kan halen. Alles is dicht. Maar nee, ga naar de Mac. Yes. Yo, Jer. Yo, bro. Yo, ik zit midden in de opname met Daan Boman. Die ken je ook wel. Oh, hey Daan. Hey, Jer. Ik wilde gewoon vragen of je thuis was. Want dan kom ik even een shirtje afgooien. Oh, oh ja, je nieuwe merch. Ja, ja, is goed, man. Fucking Milan, ouwe. Dan gaan we even naar Milan.
Sorry, ik loop hier altijd naar binnen alsof ik hier woon. Kijk, ben je toch een keer in mijn video? Is dit goed? Is dit goed? Is dit het? Ja, is dit het moment? Dit is het. Ja, sorry, ik heb er niet... Ja, ik hoopte eigenlijk dat je al weg was. Ja, nee, dat ja, dacht ik maar. Ik heb expres heb ik hier lopen rekken. Tijd lopen rekken. Dat dacht ik al. Maar ik hoop dat jij dus wel iets zou meenemen. Ja, je vond ook al drie keer. Waar blijft Jeremy nou? Waar blijft Jeremy? Maar dat is dus hierop. Ja, dat dacht ik al. Hey, maar goed. Ja, maar goed, dankjewel. Ja, deze is voor jou, Milan, alsjeblieft. Kijk eens. Kijk, op die broodje. Dankjewel, man. Ja, ik dacht, ik kom hem gewoon even brengen. Ik zag jouw bestelling liggen daar. Ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon even brengen. Nou, dat was natuurlijk wel lief. Tof, hè? Ja, nou, ik vind het een oké merk. Kijk maar leuk. Nee. Oh, ja, wel sick. Vet. Ja, toch? Wel vet. Deze is ook helemaal custom gemaakt. Oh, wat vet. Ja, opgestitcht. Dat is tof. Oh, het is niet goedkoop ook. Nee, dat was best duur, ja. Ja. Nee, maar het is niet, je hebt hier er niet makkelijk. Maar... Oh, dit is mijn collectie merch. Maar... Ja. Je kan ook Milan op je borst nemen. Gewoon in volledige versie. Ja, ik vind het tof, man. Dankjewel. Ja, geen probleem. Shout out naar jou. Ja. Zijn jullie allemaal naar Jeremy.nl gegaan? Ja, ik denk het wel, want het is uitverkocht. Oh, is het uitverkocht? Nou, het is wel bijna uitverkocht. Lekker, man. Maar ik hoop tegen de tijd dat deze video online komt dat we uitverkocht hebben. Ja. Nou, Milan, de afspraak staat nog, hè? Oh, voor het zwembad. Oh. Je weet hoe die open moet. Hij is nu gefixt. Hij is gefixt. Denk je? Bro, kom op. Wat is dit nou, joh? Denk dat hij gefixt is. Ja, maar wie gaat er in de winter zwemmen? Even eerlijk. Ja, maar kom op. Ja, maar laat hem op. Ja, maar kom op. Hij is van warmte verstelbaar. Ja. Tot een bepaalde graden. Ja, maar 18 graden is warm. Als ik hem uitzet en het gaat vriezen, dan kunnen we erop schaatsen. Zo! Gast. We gaan eerst zorgen dat we hier weer legaal mogen opnemen met z'n allen. Mm. Daarna gaan we zwemmen. Ja. En daarna gaan we zorgen dat we kunnen schaatsen op Milan's zwemmen. Wat zie je de titel al? Schaatsen op Milan's zwemmen. Dat is gruwelijk. Dat is ja, dat sick. Ja. Ik kijk er naar uit. Ik ga alvast nieuwe schaatsen kopen. Doe maar. En ik neem ze mee, hè, totdat het bevroren is. Dus zorg maar dat het gaat bevriezen daar. Dat is goed, hou ik je. Dat is goed, man. Hey, veel plezier met je shirt. Ik piep hem weer. Hey, later. Hey Siri, bel Duncan. Een ogenblik. Jezus, kom op. Wie wil je bellen? Ja, Duncan! Ik heb je niet goed verstaan. Kun je dat opnieuw zeggen? Duncan. Ik zie geen Duncan in je contacten. Wie wil je bellen? Gozer. Hey Duncan. Hey. Hey bro, ben je thuis? Ik ben thuis. Ik zit op de route naar jou. Vind je het goed als ik even wat afdrop? Ja, is goed. Oké. Tot zo. Ik ben volgens mij vaker bij jou geweest dan iedereen ooit. Nou, goh, ik kan even dit geven. Kijk. Wat is dit dan? Kijk joh. Jeremy merch. Je eigen shirtje. The fresh new edition, limited. New fresh special, super deluxe special edition. Nee, ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je had volgens mij niet echt gezegd dat je er eentje wilde, maar ik dacht ik rij er toch langs. Dus ik had gebedeld op Discord, jongen. Oh, echt? Ja. Oh. Jeremy 00001. Gast, dat is de allereerste. Jij bent oh, nummer 1 gehad. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon de eerste editie. Dus dat is 1. Ik voel me bedrogen. ja, wat zijn deze coördinaten dan? Hoe zit ja, dit? Ja, dat vragen heel veel mensen zich af. En dat is geheim. Oh. Nee, het is niet geheim. Maar het is een legerbasis. Oh, juist. Ik snap hem. Bij deze ontvang je de Jeremy Special Edition shirt. Heel veel plezier ermee. Vergeet niet te taggen als je de foto op social media plaatst. Gast, tag me even, gast. Ik tag je wel even. Jezus, man. Ik was ook gewoon net bezig met sokken vouwen. Oh ja, ik zie het. Ja, maar weet je hoe je sokken echt goed vouwt? Daar heb ik laatst nog een discussie over gehad met mijn vriendin. Gast, er zijn maar een paar goede manieren om sokken te vouwen. Ja, maar weet je wat ik doe? Ik doe gewoon heel snel. Ik doe gewoon zo, 2 sokken bij elkaar. En dan duw je er eentje zo erin en dan heb je een bolletje. Ja, maar dat is niet de nasty, goede manier. Gast. Hoezo is het nasty? Het zijn schone sokken. Mag ik je een goede manier laten zien? Ja, dit is hoe ik al mijn sokken doe. Ja, tutorial, kijk, jongens. Tutorial. Blijf eens een belletje. Kijk, zo. What the fuck? Dan pak je deze en dan doe je zo. En dan hoppa. Kijk. Oh. Dan heb What je the dit. Fuck? En dan kan je ze mooi opstapelen. Holy shit. Sick, hè? Ik heb dat nog nooit gezien. Ja, nou, en dan kan je ze allemaal zo mooi opstapelen. Sick hè, TikTok is echt handig. Nou, ik ben blij dat mensen het tof vinden. Het zou maar gebeuren dat je aankomt, je geeft mensen, oh wat een lelijk kutshirt. Natuurlijk zou niemand dat zeggen, alleen
Het is wel raar dat dat, zeg maar, dat soort dingen in je hoofd rondspelen. Terwijl, zeg maar, mensen waarmee je veel omgaat en mensen die om je geven, zullen dat nooit tegen je zeggen. Dus ga daar nooit van uit, weet je wel. Ga daar nooit van uit. Als je zelf iets vet vindt, dan moet je er ook gewoon zelf achter staan. En als je het zelf mooi vindt. Ik bedoel, smaak is altijd subjectief. Dus maak je nooit zorgen over of anderen wel of niet iets mooi vinden. Maar je zit er altijd mee in dubio. Ik ga naar huis rijden. En ik ben heel erg blij met hoe het vandaag gegaan is. Ik heb hier nog wat shirts liggen. Die zijn bijvoorbeeld voor Roos. Voor mijn broertjes. Voor mijn zusje. En dat soort mensen. Familiemensen. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe zij hem vinden. Ik kan er zo ook even eentje aan mijn broertje geven. Die vond ze ook erg heel erg tof geworden. En dat is goed om te horen. Nou, ik ga weer terugrijden. Voordat de file is. Want daar hebben we geen zin in. Kijk eens. Vet. Oh. Yes. Lekker. Dat ziet goed uit. Ik heb hem eigenlijk helemaal. Jij bent de eerste die een ander die hem aan heeft. Echt? Ja, prijsrondje. Ik ben de eerste waarvan ik het zie. Ja, het is goede kwaliteit. Het is niet dat je mijn broer bent dat ik het zeg, maar. Het is gewoon echt. Nou, het zit ook goed volgens mij, hè? Ja. Ja. Goed maatje. Nou, top! Dank je. Milo, wil je er ook een? Wil je er ook eentje? Ik heb trouwens eindelijk een pakketje binnen. Hier was ik al zo lang op aan het wachten. Dit is echt top, Ens, deze. Hier was ik echt al lang op aan het wachten. Wederom, geen spon. Zelf gekocht. Papier! Yes! Oh, dat is echt een rare vorm. Misschien kan je het nu raden. Maar het is een ukulele! Ja hoor! Oh, wat goed. Kijk nou, wat top. Een ukulele. Kut, hij werkt niet. Oh. Hij is volgens mij vals. Weet je, tweede lockdown? Ik ga gewoon wat nieuws leren. Weet je wel? Ik ga mezelf even een keer wat nieuws leren. Dat leek me gewoon leuk. Ik heb echt geen idee hoe ik moet spelen. Maar we gaan erachter komen. Zeker in zo'n tijd als nu. Zoek gewoon iets op waar je even wat afleiding van kan hebben. Nee, het is geen viool. Ik bedoel, maak gewoon tijd om jezelf wat nieuws te leren. Daag jezelf uit. Ga wat doen. Misschien kom je wel ineens achter iets heel erg leuks. Wat je heel erg goed kan. Maar wat je nog nooit geprobeerd hebt. Ga gewoon dingen proberen. Ik ga even kijken hoe ik goed... hoe ik hem moet stellen. Want volgens mij staat hij niet goed. Ik ben hier echt blij mee. Ik weet niet waarom. Kijk hoe schattig. Blijf jezelf uitdagen, dames en heren. Talent komt nooit zomaar aanwaaien. Dat ontstaat alleen maar uit of interesse of heel veel dingen proberen. Ik voel me echt een kneus, maar ik heb dus net een tutorial opgezocht op YouTube hoe je moet stellen. En er is blijkbaar gewoon een app voor. Heel handig. Maar blijkbaar moet het dus G, C, E, A. Hey, weer wat geleerd. Ik ga even mijn eerste oefening doen, guys. Kijken of we al wat kunnen spelen in één dag. Dat zou sick zijn. Ik heb nu deze al geleerd. De F major. En de C major. Sick. Ik leer sowieso snel dingen. Ik pak altijd heel snel dingen op. Ik weet niet waarom dat zo is. Ik kan een klein beetje iets. Ik heb drie dingen geleerd. En dat is C, F en de D. Dus dat samen is... Even kijken hoor. Nog heel sloppy hoor, maar goed, dit is de eerste keer dat ik een fucking gitaartje aanraak. Of een ukulele, dus don't judge me, I'm just learning. Die D is best wel lastig. Jezus mina, dat is... Ah, nou de. Ah, kut.
Holy shit. Nou ja, ik ga hier nog maar even mee bezig. De progress. We zijn in progress. Dus dat is leuk. Als mijn kleding er nog is, kom een shirt. Dat is altijd leuk. JerArmy.nl